De derde dag van de vrijheidsestafetteloop begint vanuit het hotel in Bagnoles de Lorne. Ik ga mee met een van de drie groepen lopers. De groep waar ik vandaag bij aansluit begint te lopen in La Ferté-Vidame. De totale afstand van de complete estafetteloop is circa 950 kilometer. Die afstand wordt verdeeld over de drie groepen. Elke loper loopt per keer circa 3 kilometer. Per dag moet een afstand van ongeveer 60 kilometer per groep gelopen worden. Er zijn 8 lopers per groep. Dat betekent dat iedere loper in ieder geval 2 keer loopt en sommigen zelfs 3 keer. Hier krijg je een indruk van de wisseling van de dragers van de fakkel. Uiteindelijk komen alle groepen op deze dag samen in Évreux. Daar is een ceremonie. Évreux is bevrijd op 23 augustus 1944. Er is ook nog een ontvangst in het stadhuis van Évreux. Daar worden toespraken gehouden en cadeaus gewisseld. IJs den Margraten krijgt de vlag van Évreux en die gemeente krijgt de vlag van IJs den Margraten. Er wordt ook nog een tekening door de atletiekvereniging van Évreux aangeboden, waarop soldaten staan op het Vrijthof in Maastricht. Met op de achtergrond de Sint-Servaas-basiliek. Ten slotte wordt de dag weer afgesloten met een gezamenlijk diner in een restaurant in Évreux.